Welkom bij Simpel NFT, vandaag een nieuwe video. Vandaag ga ik alle trade tips op een rij aan jullie uitleggen. Ik heb heel veel video's gemaakt met trade tips en ja, iemand zei tegen mij, kan jij niet gewoon even één video maken waar alle trade tips in zitten? Nou, dat wil ik best doen, dat ga ik vandaag maken. En ja, succes met luisteren, we gaan nu beginnen. Nummer 1 is het belangrijkste. Er zijn namelijk ook gevaren op zo'n rij. Die zijn er gewoon aanwezig. Het kan zijn dat de speler geblesseerd raakt, een rode kaart krijgt. Dus koop geen spelers zomaar. Het is namelijk ook een risico. Het is niet altijd dat je alleen maar winst maakt. Dat wil ik er even bij zeggen. Dus blijf goed opletten. Op nummer 1 staat marktkaarten zoeken. Ben jij nieuw en wil jij weten hoe je moet traden? Nou, je kan namelijk bij market kan jij kaarten op bieden. Dus je kan bieden op kaarten. Nou, Happy Gamer, even toeval, dit is een toeval. Die heeft deze kaart voor €9,33 gekocht. Van de Premier League. Hij schiet nu weg, helaas. Nou, ik pak even iemand anders. Bijvoorbeeld Kebano. Iemand heeft €2,92 hierop geboden. 0,002 Ethereum. Wat je kan doen, is je kan kijken naar de prijs van Kebano. Hoeveel hij nu op dit moment waard is. Nou, je ziet dat er allemaal biedingen zijn. Het zijn allemaal Premier League spelers, die zijn pas gelaunched. Dus je kan nog niet zien wat er nou echt de waarde van zo'n speler is in de Premier League. Dus dat is een beetje een slecht voorbeeld. Dan gaan we even kijken naar een andere. Ik zie dat er veel Premier League spelers nu zijn. Dat wordt natuurlijk heel erg gepromoot. Dus ja, het is een beetje moeilijk nu uit te leggen omdat er allemaal Premier League wedstrijden zijn. Maar je kan dus gaan kijken, bijvoorbeeld, nou, ik wil Traoré, die staat €1,17 nu op. Hoeveel is die waard? Nou, misschien staat hij voor €5 erop. Kijk, hier staat bijvoorbeeld, Traoré staat er voor €102 het goedkoopste op. Dan kan jij zeggen van, oké, dit is een nieuwe kaart. Een nieuwe kaart zijn meestal nog wat meer waard. Wat ga jij bieden? Zie jij bijvoorbeeld de bieding van €90 staan en heb jij nog en er is nog maar 1 minuut en je kan bieden. Dan bied jij bijvoorbeeld €95 of zo en dan kan je weer €7 winst maken. Maar let wel goed op, als je een bieding doet, de prijs kan ook nog zakken in spelers. Dus biedingen blijven meestal wel gevaarlijk. Maar het is wel, als je eenmaal ermee bezig bent en je weet hoe het werkt, kan je er echt wel winst mee maken. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke winstgevende manier. Ga gewoon naar markt, new card actions. En ga gewoon kijken naar spelers. Het is, als de video uitkomt, is het een beetje moeilijk. Omdat het allemaal Premier League spelers zijn. Sommigen hebben nog geen kaarten. Dat is net nieuw allemaal Premier League. Maar je hebt normaal gesproken heb je allemaal andere soorten kaarten. Nou, die allemaal er al op staan. Sommige staan er voor €2 op. Nou, daar heb iemand geboden voor €1,20. Enzovoort. Dus dat is nummer 1. Nummer 2 is een van de belangrijkste dingen die jij moet weten om te traden. En dat is Sorare Data. Sorare Data is de beste platform om te gebruiken. Om te weten wat voor prijzen er zijn. Enzovoort. Dus dat ga ik jullie even uitleggen allemaal. Je hebt namelijk hier bij Scout. Heb jij Player Finder. Je klikt op player. Je kan kiezen hier wat voor competitie je aan wil klikken. Nou, je hebt de Champion Divisie, Challenge Europe, je hebt Amerika, Azië, Second Division. Maar je kan ook gewoon een normale league aanklikken. Bijvoorbeeld de Eredivisie of de Bundesliga, League One. Dus dat kan je allemaal aanklikken. Nou, wij gaan even voor de Eredivisie, omdat wij Nederland zijn. Is dat natuurlijk makkelijk. Je kan kiezen een doelman, verdediger, middenvelder of aanvaller. Dus nou, wij gaan even deze keer voor een middenvelder, vind ik leuk. Wat je dan doet is naar kaarten. Nou, je hebt een kaarten, je hebt limited, rare kaarten, super rare, unique en dat waren WK kaarten. Die zijn niet zo heel belangrijk. Je kan in Ethereum en euro. Nou, ik doe even voor het makkelijke nu euro. Meestal kan je beter alles in Ethereum doen. En hier zie jij, ja, geweldig. Alle spelers op een rij, wie het beste in vorm is enzovoort. Je ziet dat bijvoorbeeld Philippe Rommens. Die heeft een score van 92 in zijn laatste 5 wedstrijden. Nu zie ik een klein rood streepje hier. Dat betekent dat hij waarschijnlijk 1 wedstrijd heeft gespeeld in zijn laatste 5 wedstrijden. Nou, dan zie je bij de scores. Nou, kijk, zie je. Hij heeft de laatste 4 niet eens meegedaan en hij heeft 1 keer 92 gehaald. Dus dat kan nog wel eens misleidend zijn. Dan denk je, oh, dat is echt een goede speler. Hij is 92. Nee, zo werkt het niet helemaal. Dus kijk daar goed naar. Klik eerst op de naam. En dan klik je op SO5 scores en dan kun je het zien. Dus dat is een hele belangrijke tip. Ga gewoon naar players en hier kan je al je spelers vinden waar je kan op traden. Je kan zien hoeveel waard die is.
Namelijk, wat je kan doen is, ik ga even op Tom Haaien. Tom Haaien is een van de beste middenvelders van de Eredivisie op dit moment. En je ziet zijn scores zijn geweldig. Je kan al zijn scores terugzien, zoals je hier ziet. Je ziet hier ook nog onder alle scores die je kan terugzien. Nu kan je niet echt zien van, als je geen Soredata Premium hebt, kan je niet echt zien van hoe lang speelt hij nou, hoeveel minuten speelt hij nou. Nou, dat kan je hier nog zien. Als je gewoon naar Flashcore gaat, je klikt de naam Haaien in, Tom Haaien van Heerenveen. Er zijn waarschijnlijk ook nog wel andere sites hoor, maar ik klik even op deze. Dan zie je gelijk hoeveel minuten die je hebt gespeeld, wanneer je die een keer geel hebt gepakt. Bijvoorbeeld als je een speler wil kopen en hij heeft al 4 keer geel gehad en hij pakt opeens weer geel in zijn 5e wedstrijd en dan heb hij een rode kaart. Dus kijk daar ook naar, goed naar bij je trade tips. Nou, je ziet ook de blessures, dus dit gebruik ik ook heel vaak als flashscore. Om een goede tip, ja, het is gewoon een hele goede tip om verder bij te kijken. Dan heb ik nog de prijs. Je kan namelijk op december klikken. En je kan, dit is een trucje wat niet veel mensen weten. Je kan namelijk, want je denkt, ik kan niet verder. Je kan niet op 3 maanden klikken. Je kan niet op 6 maanden klikken. Je kan niet op 1 jaar klikken. Je kan niet op al klikken. Nee, je moet hierop klikken. Dan klik je op pijltje. Dan ga je naar 1 februari. En dan zie je opeens de hele grafiek. Nou, Tom Haaien werd oh, dat ging niet helemaal goed. Even opnieuw. Tom Haaien die werd gelanceerd op in mei, zie ik pas hier. Toen was die 400 tot 350 euro. Hij is zelfs nog 200 geweest, 250. En ja, je ziet dat het wat minder werd. Hij werd wat slechter. Waarom die prijs toen zo hoog was, dat weet ik ook niet. Een beetje een hype speler toen. Maar je ziet dat hij hele goede scores had. Nou, hierbovenin kan je zien wat de prijs is van een speler. Dit is de laagste prijs die op dit moment op de markt staat. Nou, je ziet dat het 3 dagen geleden is, dus het kan zijn dat de prijs anders is. Dat kun je gewoon bij Sora vinden. Oké, nu gaan we echt verder met het traden. Nummer 3 is spelers met rode kaarten. Het kan zijn dat als jij gaat traden, dat jij heel veel let op kaarten. Nou, even kijken, we hebben bijvoorbeeld RKC. Volgens mij, ja, RKC had een rode kaart dit weekend. Nou, dat was Belhassani. Die had een gele kaart gekregen en daarna een rode kaart. Dus we gaan even naar Belhassani kijken. Als jij heel snel bent, als deze rode kaart valt en je gaat snel op de markt kijken, dan kun je echt een hele leuke prijs eruit halen. Nou, ik klik even weer op, ik ga deze keer niet zo ver. Ik klik even op september. Kijk, je ziet dat de prijs gelijk gedaald is. Nou, in zijn euro, hij was ongeveer 7 euro, 6, 7 euro. Was die voor de wedstrijd, toen hij nog geen rood had. Nou, dan gaan we even kijken naar Belhassani. Dan zien wij dat zijn prijs op dit moment 3,21 euro zijn laagste is. En je kan daar natuurlijk altijd nog onderbieden. De prijs is ja, gigantisch gezakt. Ben jij nog sneller, had je hem nog, waarschijnlijk voor nog veel minder kunnen kopen. Dus daar kun je ook gewoon goed op letten. De hele belangrijke tip, rode kaarten. Maar kijk wel uit natuurlijk wat je doet. Wat ik als eerst zei, er zijn ook gevaren op Sora. Dat je bijvoorbeeld laag koopt en dat die helemaal niet meer in vorm komt. En dat er gewoon dezelfde prijs blijft. Dus let goed op en blijf kijken wat je doet. Nummer 4 is spelers met blessures. Ja, er zijn namelijk gewoon spelers die hebben blessures. Bijvoorbeeld een Trauner. Kijk, je bent eigenlijk een beetje al te laat met Trauner. Die kost nu 47 euro. Nou, ik durf je te wedden dat deze goedkoper was. We gaan even kijken bij Grenot Trauner. Kijk, je ziet de laatste 5 wedstrijden heeft hij niet gespeeld door een blessure. Hij had best wel mooie scores. Dan gaan we naar zijn prijs kijken en zijn prijs is al heel hard omhoog gaan. Maar je kon hem toen kopen toen hij, ja je ziet, ik kan even een stukje terug gaan, want hij was iets langer geblesseerd. Doen we even 1 december. Nou, zijn prijs lag altijd een beetje tussen de 50, 70 euro. Toen raakte hij die geblesseerd. Toen kwam de prijs rond de 30 euro. En toen is hij zelfs nog naar 20 euro gezakt toen er nog slechte nieuws kwam. Dat hij eigenlijk bijna niet eens zou spelen. Dus hier had je hem al kunnen kopen. En vandaag kwam eigenlijk het nieuws dat hij sneller terug is dan verwacht. En je ziet de prijs is alweer omhoog gaan. En hij staat er nu voor 47 euro op. Je had al keer 2 makkelijk kunnen gaan. Dus let ook goed op blessures. Blessures moet je wel mee oppassen. Het kan lang duren. Dus kijk daar wel mee uit. Oké, dan gaan we naar nummer 5. En dat is spelers uit vorm. Hoe zoek jij spelers uit vorm? Je gaat naar Soredata.
Je gaat naar wat ik als eerste zei, Player Finder. En je gaat, ik kies even de Eredivisie. Kaarten, klik ik hierop. Nou, je kan niet echt zonder, als je geen premium hebt, kan je niet even dingen aanpassen van lage scores en zo. Zoals je hier ziet. Misschien kan dat tegenwoordig wel. Ja, je kan wel trouwens op score average, dat wist ik even niet. Dat kan je ook doen. En dan kan je gewoon een beetje kijken wie zit er onder de 50 in de laatste 5 wedstrijden. Die nog echt veel meer kunnen exploderen. Nou, ik ga naar Steven Bergwijn voorbeeld. Steven Bergwijn. Ja, heb wel veel beter gespeeld dan nu op dit moment. Is voor 135 euro. Je kan gewoon weer je prijsding erbij pakken. Hoeveel die eerst waard was. Je gaat naar 1 februari. Ja, die prijs, hij is in augustus gelaunched, deze kaart. Nou, hij was zelfs 1000 euro, 800 euro. Hij was heel hoog. Veel te hoog. Heel veel mensen hebben hem hier gekocht en heel veel verlies gemaakt. Dat is altijd het begin met spelers. Kijk, nu zijn het allemaal Premier League spelers. Mensen kopen hem veel te duur in. Mensen gaan nu allemaal willen snel die speler hebben. De kaart is veel te duur. Sommigen maken de winst op, maar je ziet hier, die lijn gaat zo hard omlaag. Dat heeft helemaal geen zin. Als je nu 800 euro had gekocht, had je gewoon had je echt heel veel verlies gehad. Dus kijk daar wel ook mee uit. Maar Bergwijn is bijvoorbeeld nu een speler die niet zo heel goed in vorm is. Maar als hij zijn vorm terug kan pakken, dan kan hij zeker nog wel wat gaan stijgen. Ik zeg niet dat je deze speler moet gaan kopen nu. Je moet het zelf onderzoeken. Dit is gewoon een voorbeeld. Nummer 6 is de... Dus ja, ik wou nog even zeggen. Hier kan je dus al die spelers zoeken. Je kan zo ver scrollen als je wil. Je kan zien welke spelers uit de vorm zijn enzovoort. Nummer 6 is... Je kan de grafiek pakken. Nou, de grafiek is wat ik net zei. Je kan gewoon... Vanaf 1 januari, je kan nog veel verder als je wil, kan jij kijken van, die speler wil ik, dit en dat. Dit is een beetje een slecht voorbeeld. Laten we even kijken naar Diemers of zo. Mark Diemers, ik kies maar wat. Mark Diemers, nou, ze hebben scores. We gaan naar Price Grab. We gaan naar januari weer. We gaan naar 1 januari. En je ziet de prijs, hoe die is gegaan. Ik vind het geen mooie lijn. Maar hij was heel goedkoop. Je had hem voor 5 euro toen kunnen kopen. Hij is zelfs nog een keer gestegen naar 15,20. Hij is nu ongeveer rond de 10 euro. Dus hier kan je ook naar kijken van... wanneer zit een speler op een bodemprijs? Nou, de bodemprijs is de laagste onderkant van een speler. Nou, dat zal ongeveer tussen de 2 en 3 euro zijn. Dus stel deze speler gaat naar de 2, 3 euro. Ja, het kan zo zijn dat hij nog iets lager gaat, maar... Dat lijkt me heel sterk. Het gaat meer de weg omhoog. Dus je kan een beetje de bodem zien van spelers. Nou, we kunnen nog even een andere erbij pakken. Wie zullen we erbij pakken? Hoedemakers pakken we erbij. Dat gaat wel goed. Hoedemakers pakken wij erbij. We gaan naar Price Grab. Misschien is dit een betere voorbeeld. Kijk, dit is bijvoorbeeld een veel betere voorbeeld. De meeste hoedemakers was hier rond de 40. Best wel hoog was hij eigenlijk. En je ziet dat hij hier helemaal omlaag is gegaan. Hij is heel erg afgezakt. Nou, augustus begon de hype weer. Dus mensen kochten allemaal in. En hij is weer gezakt. Nou, hij zit echt heel erg onder nu op de bodem. Dat betekent niet dat je hem hoeft te kopen. Want Cambuur is natuurlijk een hele slechte vorm. Cambuur bakt er op dit moment helemaal niks van. Sorry voor de Cambuur fans, maar... Het is gewoon niet best. Ze hebben voor mij maar 10 doelpunten. Nou, toevallig had ik Mees Hoedemakers wel in mijn team. En had hij een goede score gehaald omdat hij had gescoord. Maar het is niet een speler wat echt interessant is om te kopen. Dan de beste tactiek die ik... Ik heb van niemand gestolen. Misschien wisten andere mensen het al. Maar iedereen van mijn kijkers die al lang kijken, die weten het. Is de methode zondag. En maandag kijken voor spelers en donderdag, vrijdag verkopen. Wat houdt dat in? Dat houdt in, je hebt wedstrijden. Je hebt allerlei wedstrijden. Ik kan even hierheen gaan. We gaan naar voetbal. Zondag, zeg ik maar. Nou, we doen even de Eredivisie, wat makkelijk is. Je hebt allemaal wedstrijden op zondag. Bijvoorbeeld, je hebt Excelsior Ajax, ga ik nu even vanuit. En bijvoorbeeld Ajax... Tadic, die speelt echt heel slecht. Die heeft gewoon een score van 30-40. Gebeurt niet vaak trouwens. Maar stel voor Tadic speelt slecht. Hij heeft 30-40 scoren. Dan gaan mensen
en voor veel goedkoper opzetten omdat ze hem sneller willen verkopen. Ze denken, ja, zo'n speler die gaat volgende week toch niet meer goed presteren. Weet je wat, ik zet hem snel erop, ik wil een andere speler halen. Sommige mensen zetten voor 20, 30 euro minder op dan de prijs eigenlijk waard is. En dan moet je eigenlijk een beetje gaan op inspelen. Je moet eronder gaan bieden. Bied jij eronder en sommige mensen accepteren het, heb jij een hele mooie prijs. Want donderdag, vrijdag begint de Game Week weer. En wat gebeurt er? De prijs gaat weer omhoog. En zo kan jij een beetje winst maken. Het is niet gegarandeerd dat je altijd winst maakt. Hè? Soms duurt de spelen 2-3 weken, maar het kan ook veel langer duren. Maar je moet geduld hebben. Als je geen geduld hebt met spelers kopen en verkopen, dan ga je verlies maken. Als je elke week een andere speler wil, dan ga je verlies maken. Dus je moet wel geduld hebben daarvoor. Dat zeg ik wel even bij en kijk altijd goed uit wat je doet. Op 8 staan transfergeruchten. En transfergeruchten, ja, dat zijn de killers. De echte grote killers waar jij echt heel veel winst mee kan maken. Als jij snel erbij bent. Pas ook wel weer op als die geruchten niet nep zijn of echt. Haal het van goede bronnen op het internet. Maar de transfergeruchten, ja, dat is gewoon geweldig. Ik weet niet als dit de goede voorbeeld is daarvoor. Wievers, doen we even terug. September. Nou kijk, ja, op zich is het wel een mooi voorbeeld. Wievers, ja, die speelde helemaal niet. Nou, die is wel naar Feyenoord gekomen. Nou, sinds dat hij speelt is hij heel erg omhoog gegaan. Dit is eigenlijk niet een heel goed voorbeeld. Nou, ik heb er nog even één gevonden. Voorbeeld, Adnan Januzaj. Adnan Januzaj staat in de geruchten bij Ajax. Nou, je ziet, de prijs hier was 5 euro. Hij was 10 euro. Hij is zelfs nog een keer 5 euro geweest. En opeens kwam het gerucht dat hij naar Ajax ging. Nou, je ziet, poem. Hij steeg de lucht in. En hij was zelfs voor 25 tot 25 euro gekocht. Hij ging bijna een keer 4. Dus ja, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van transfergeruchten. Als je snel erbij bent, kan je ook hele zieke winsten maken. Spelers die van slechtere clubs naar betere clubs gaan. Spelers kopen die uit vorm zijn en wachten tot ze weer beter worden en dan verkopen. Ja, dat is ook echt een tactiek. Wat ik net al zei bij Soda Data. Je gaat weer naar player vinden. Je gaat naar players. Je klikt bijvoorbeeld even de Eredivisie aan. Even aanvallen een keer of zo. Filter bij club hoeft niet. Nou, klik je zo. Dan ga je helemaal naar beneden scrollen. En dan ga je gewoon een beetje kijken wie zijn er nou uit vorm. En waar je wel van denkt, bijvoorbeeld, kijk, Brobbey is helemaal uit vorm. Maar Brobbey kan het wel. Dit soort scores, dat zie je bij, ja, je ziet af en toe wel wat slecht scores omdat hij invalbeurt had gehad en zo. Maar hij scoorde toen best wel vaak. Nou, en ik denk dat zijn prijs toen ook al veel hoger was. Even kijken naar euro's. We gaan even terug naar hier. Ja, kijk, je ziet al hier dat die prijs wat hoger was. Oh, dat ging niet helemaal goed. Excuus. Even kijken hier op juni. Euro. Ja, zijn prijs was echt heel hoog hier. Je zag gewoon dat zijn prijs stijgt eigenlijk. Toen hij naar Ajax ging. Maar hij is op dit moment. En hier is hij ook nog best wel hoog hoor. Tussen 250 euro. En nu is hij echt een van de laagste punten. Nou, Brobbey heeft de laatste tijd niet gespeeld bij Heitinga. Ook niet bij de nieuwe coach. Dus ja. Is wel een beetje een lastige optie. Maar hier kan je gewoon kijken van spelers die uit vorm zijn. Die wel een vorm kunnen pakken. Die wel gewoon hoge scores kunnen pakken. Ja. Inkoopmomenten. Het kan lang duren. Je kan ook nog steeds verlies maken. Het is niet gegarandeerd winst. Dus daar, kijk daar wel mee uit. Dan gaan we naar de laatste. En dat is nummer 10. En dat is lange termijn spelers. Nou, lange termijn spelers. Wat bedoelen we daarmee? Ja, dat zijn echt spelers die nog heel jong zijn. Nou, ik heb er wel even één in mijn club voor mij. Op dit moment. Die had toevallig iemand gegeven aan mij. Die ga ik weggeven in de giveaways dinsdag. Nou, als deze video online komt, dan gaan wij de giveaway doen. Maar bijvoorbeeld Noah de Ridder. Hij is 18 jaar. Hij is een middenvelder bij Gent. Nou, klik je op Noah de Ridder. Hij is op dit moment 3,20 euro. Deze speler, als hij gaat spelen, en het is een hele goede jongen. Het kan zijn dat jij heel veel verstand hebt van jeugdspelers. En die volg je ook bij je eigen clubs of zo. En je denkt, ja, dat gaat er echt in worden. Het blijft wel altijd een risico bij lange termijn spelers. Het kan heel lang duren dat een speler veel duurder wordt. Het
Maar ja, dat is een beetje het gokje wat je neemt. Dus kijk wel uit met wat je doet bij deze tactiek. Maar het kan zijn dat jij hier winst mee kan maken. Dus als je deze video leuk vond, laat een like achter. Join de Discord en dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters.